ja, het is nog midden in de nacht. Maar slapen zat weer in de agenda. Het is veel te warm om te slapen. Het is echt niet doen. Zweten dat je doet, het is niet normaal. Dus ben je ook bezig met van alles en nog wat in je hoofd. Ik heb scenario, je bent ook nog... dus daar zijn we mee bezig. Maar ja, we hebben hier het raam al opengezet. Om wat afkoeling te krijgen, maar veel afkoeling zit er momenteel niet in. Dus dan ben ik nu aan het nadenken waar dat die handvat is voor de onder te steken. En zo ben ik eigenlijk heel erg bezig met van alles en nog wat. Ja, het hoofd zit een beetje vol, maar ja, het komt wel goed. Ja, ik weet dat ik altijd heerlijk ben en altijd probeer mezelf te zijn. En jullie dus. Ja. Dus het is denk ik ondertussen bijna 5 uur en ik heb nog geen oog dicht gedaan. Dus dat is natuurlijk wel heel lastig. Ik kom in deze nieuwe video aan bal staan. We staan hier nu naast de Beenhouwer. We zijn het hamburgers gaan halen. Ik heb een klein filmpje gemaakt op TikTok. Waar komen die hamburgers vandaan? Het is een beetje vandaag de fiets die ik eigenlijk niet wilde pakken. Deze fiets, maar helaas kon ik niet anders, want andere fiets, zijn band is plat en dat is iets wat ik dus niet kan. Dus ben ik er nu aan twijfel of ik nu vandaag al pita broodjes ga maken of morgen. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, dus ik weet eigenlijk ook niet hoe waar ik de pita broodjes moet gaan halen. Dus ik denk dat ik eerst pita broodjes ga zoeken en dan het gehakt halen. Ik weet dat er geen gehakt in moet, maar ik ga het maken op mijn eigen manier, zo dat weet ik altijd toe. En we zien het wel of dat we ze vinden. Ik weet eigenlijk niet hoe waar je ze moet gaan halen. Dat doe ik de eerste keer. Ik heb ze voor de eerste keer gegeten op kamp bij mijn zus. Mijn zus is klaargemaakt, was super lekker. Maar ja, ik ben natuurlijk geen grote kok zoals haar. Dus ik ga eventjes bekijken of ik moet het gehakt gaan halen en eventueel nog gebruiken voor iets anders. Dat kan ik ook. We zullen het gaan halen en we zien het wel. We hopen dat we hiernaast wel een staande kunnen, een handvat kunnen vinden voor de camera. Dat is wel eentje voor mijn gsm. Die heb ik al meegepakt, maar we gaan hier eens kijken en doen hopen. Dus we gaan bij de grif eens kijken. Dus we zijn er binnen. We hebben heel veel grif, maar dat is voor de dingen, denk ik. Voor de gsm. Zal het niet zijn. Een hoesje, ook eens kijken wat het kost. Voor eventueel voor de camera binnenkort. Voor de gsm. Dus... dus iPhone, de Samsung. Dus dat zal hier ook eens moeten zijn. Een hele rij. Dus gewoon eens kijken. Dus we zijn nog steeds niet geholpen. Ik heb wel geholpen, die mensen hebben echt wel hun best gedaan. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn, verstaan. Dus we hebben dus nog geen handvat voor daar onder te steken. Of, ik heb het ook een naam gegeven en zo, maar die naam kan ik niet heel gauw geven. Dus we gaan eens naar de winkel. Allee, we zijn al veel aan het winkelen, maar we gaan eens naar de winkel. We doen dit mee. We gaan nu naar de andere winkel. Dat hier achter mij, dat is het verschrikkelijk. Zo. We zijn toch al een paar keer erkend geweest, mensen die we zien fietsen. Die maken dan van hun fiets een foto. Allee, die maken dan zo van de gek. Mensen me zo kennen. Allee, ik snap dat echt totaal niet. Maar dat is wel leuk natuurlijk. En die mogen ook komen voor een foto. Maar sommige mensen dat niet, als je me ziet, komt gerust voor een foto. Dus we zijn op de apotheker geweest. En dit is mijn nieuwe testosteron. Het is zo dat ik het moet houden. En die moet ik om de 2 weken krijgen. Dus ik ben maar eens benieuwd. Ik ga het niet openmaken. Maar omdat het citriel moet blijven. Buiten het zichtbereik van... maar dat loopt hier dus niet rond. Dus ik vind het wel super. We gaan nu de pita broodjes maken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb het wel gezien toen mijn zus die maakt op kamp. Maar dat is op een andere manier dan ik, want ik heb geen broodrooster. Daar begint het al mee eigenlijk. Maar we gaan ze toch maken. Een roeren. Het is ook de eerste keer. Dus gaan we de pita broodjes erin leggen. Kruid met lekkere kippenkruiden. Dat
de pitabroodjes die zijn zo goed als gelukt, die zijn al in de bak. Dat kun je zien op mijn TikTok-account. Nu gaan we naar de pakjes, daar gaan we eens even kijken. De pitabroodjes die zijn goed gelukt, wij gaan nu naar de pakjes. Ik neem dit mee. Dus let's go. We zitten nu in het park. We zijn helemaal alleen nu. Het is de eerste keer dat ik helemaal alleen kom. Normaal heb ik altijd mijn tantes bij. Nu is het de hele keer alleen. We moesten het echt nog goed van horen. Dus we doen de juiste plaats eigenlijk. Het is wel grappig eigenlijk. Dat we zo op de goede ruimte hebben eigenlijk. Is er toch niemand. Dus we zijn echt aan die radars. En dat is wat we zien. In het heel. Dus we zitten wel goed. Dus, en we gaan nog een paar beelden maken. We gaan zien of dat het geluid erop kan. Want het blokkeert ons geluiden, dus we gaan het eens bekijken of dat kan. Hebben ze ontmoet. Het was even wachten, maar het is gelukt om ze te ontmoeten. Dat is niet normaal. Het was echt eventjes, en ook heel vriendelijk trouwens. Sophie was echt super vriendelijk. Iedereen trouwens was super vriendelijk. Dus ik zat al lang te wachten. En ik dacht, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik wist dat ze nog moesten optreden, dus ik dacht van, ik kan je niet storen, omdat die ook zo ontgenieten waren van het optreden, van je draaien. En ik ben geen persoon die aan mensen gaat storen of zo. Dat zit ik niet in mijn bloed. Zoiets. En daarmee dat ik niet zo meteen er ging storen of zo, dan niet. Want ik had dat gewoon kunnen roepen ook, maar ik had zoiets van, nee, geniet jij maar van het optreden. Je pauze, jij moest daar nog alles geven. En
Dat vond ik blij. Ik heb ook iedereen gepakt, dus iedereen. En natuurlijk nog een foto. En nog een foto. Ah, wel, dat vind ik dus tof aan de mens. Geduld. Dus het was echt heel, heel goed. Het was vorige week ook goed. Het is eigenlijk altijd wel goed geweest eigenlijk. Dus ben wel heel blij eigenlijk. Dus nu is het alleen nog zien hoe het gaat lopen bij Zomerrit. Een handvat heb ik nog altijd niet gevonden voor de camera. Ik heb het ook opgegeven. Ik ga het niet vinden voordat ik het moet hebben bij Zomerrit. Dus we doen het gewoon zonder. We gaan nu richting huiswaarts. Ik vind het wel een beetje spannend om in huiswaarts te gaan. Want normaal gezien brengen ze mij naar huis. Het is de eerste keer dat ik te voet naar huis ga. Dus dat vind ik ook wel heel spannend eigenlijk ook wel. Maar ik zeg het, het was echt tof en leuk. Als ik een tip mag geven, als je ooit een camera koopt, houd er wel rekening mee als je vlogt, dat je wel zo'n klepje hebt. Ik heb dat dus niet, dus ik zie mijn eigen niet in beeld. Dus voor mij is dat altijd zoeken, van is hij nu aan het filmen of is hij nu niet aan het filmen. Voor hetzelfde gaat een keer te praten in een camera die niet aan het filmen is. Dus, maar kijk, we moeten langs het hier naar huis. Dus, ik ben toch een paar keer herkend geweest, dat vond ik ook wel tof. En er waren ook een paar mensen die op de foto gingen. En dan is het ook wel leuk dat je dan mensen ook zien, ook die bv's zien van, oh, die gaat op de foto. Dus eigenlijk ben ik wel dus op dat vlak ook wel een bv eigenlijk. En ik weet hoe dat is nu. Vroeger als kind wist ik niet hoe dat was. Maar nu weet ik ook van hoe het soms moet zijn als je zo wordt aangesproken. Want ik word overal aangesproken, ook in supermarkten. Overal eigenlijk, je kunt het niet gek bedenken. Tot hiertoe heb ik nog niemand geweigerd, totaal niet. Ik heb al iedereen gedaan. Als je met de fiets is, is dat natuurlijk wel moeilijker. Of lijkt nu, met die koptelefoon op, is dat niet altijd heel gemakkelijk om iedereen te horen. Maar ik doe mijn best natuurlijk. Hè. Dus sowieso, doe je best. Het is trouwens een jaar geleden. Want vorig jaar lag ik in het ziekenhuis, was ik een operatie gehad aan mijn borsten. En nu ben ik gewoon hier op het optreden. Dat is eigenlijk wel cool eigenlijk. Dus ja, eigenlijk wel heel tof. De volgende optreden zijn Zomerrit. Dan zijn het nog feesten hier ook nog, de derde. Vanaf dus de tweede, derde en vierde zijn optredens ook bezig. Dus we kunnen niet naar alle optredens gaan kijken, dat is te moeilijk. Dus we gaan een skeletje moeten maken daarvoor, maar we gaan dat wel zien. En je bent allemaal welkom, het is gratis. Het was niet gesponsord door mij trouwens ook niet. Maar als jullie me wel eens zien, ik zal af en toe wel eens laten weten waar ik ben. Dat vind ik echt wel het leukste. Dus dat vind ik wel leuk. Niet zo dat je aan mijn deur komt bellen, want dat heb ik ook al gehad. Dat mensen aan mijn deur komen bellen, dus dat vind ik minder leuk. Maar nu gaan we richting huis. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het is nog een beetje zoeken na een tijdje niet meer te vloggen, want het is terug een beetje aanpassen en zien dat je de camera daarmee pakt en daarmee pakt. Dus, en ik beloof je vanaf dat ik eindelijk zo'n handvat kan vinden voor eronder. Ik zou ook wel blij zijn, want op niemand doet mijn armen zeer veel pijn. Dat ik jullie heel ver van mij moet houden, want anders ziet hij mij natuurlijk niet zo goed in beeld. Dus, ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Doe dan zeker dat mooi, vergeet niet te abonneren. En kijk nog eens een keertje naar, als je TikTok hebt, om mij daar ook op te volgen. Want ik ben helemaal opnieuw moeten beginnen. Tot ziens allemaal.